Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We zien veel bewolking op de satellietfoto. In het midden en noorden van het land is dat vooral hoge bewolking, maar in het zuiden en ook boven België en Noordwest-Frankrijk is dat dikkere bewolking in de lagere luchtlagen. En daar horen ook buien bij en die trekken inmiddels al het zuiden van het land binnen. In het noorden en midden van het land blijft het nog tot later in de middag droog en daar kan het dan ook nog 24 tot 26 graden worden bij vrij geregeld zon. De waarde zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Vanavond heeft het hele land te maken met vrij veel bewolking en nog steeds een aantal buien die over het land trekken, kunnen soms heftige exemplaren zijn met veel regen in korte tijd en mogelijk ook een klap onweer. Morgenochtend dan in eerste instantie ook nog een aantal buien, maar die trekken geleidelijk aan weg en dan breekt de zon flink door. Het wordt 21 tot 23 graden bij wel een vrij stevige zuidwestenwind aan zeekrachtig kracht 6. Zondag, maandag en dinsdag blijft het wisselvallig met vooral op de zondag en maandag intensieve buien met lokaal veel regen, daarbij is het nog wel zo'n 20 tot 23 graden. Dinsdag nemen de buien langzaam wat af, is er wat vaker zon, maar met 20 graden is het wel vrij koel cool voor de tijd van het jaar. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.